Hallo, wij zijn de Kast van Dertigers en hier volgen wat dilemma's. Yoga of wielrennen? Wielrennen. Yoga. Blind date of tinderen? Ik tinder toch. Ja? Blind date paniek meteen. Oké. Okay. Blind date. Blind date, hè? Ja, blind veel date. Leuker. Veel leuker. Vroeg opstaan of uitslapen? Uitslapen. 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 Vroeg opstaan. Vroeg opstaan. Ochtendmens. Ochtendmens. Vroeg opstaan. Jij ook vroeg opstaan? Nou ja, ik doe toch uitslapen. Ja, nou, mooi. Ja. En dan lekker yoga en dan gewoon weer slapen. Ja. Altijd feesten of huisje, boompje, beestje? Oh, zo'n kleine rijm. Leuk, guy. Huisje, boompje, beestje. Ja, ik ga toch voor dat feestje. Ik moet het een beetje uitbalanceren hier. Ja. Maar uiteindelijk huisje, boompje, beestje. Nu nog altijd feestje. Ja, ik ook wel feestje. Ik ook wel. Alhoewel ik ook nu wel lekker vind om soms op een vrijdagavond gewoon lekker thuis te zitten. Met thee. Maar wat is er mis met een feestje en een huisje, boompje, beestje? Oh. Het is een dilemma. Ja. Zoenen of gemasseerd worden? Oeh. Tongen, sowieso. Tongen? Oh. Ja, zoenen, tongen. Nou. Ja, tongen denk ik ook wel. Ja, ik denk ik ook. Uiteindelijk raak je daar ook ontspannen van. Zoenen. Zoenen. Hey, volgende vraag. Is het weer? Ja, wel, zeg je niks. Pas de zadel hier. Oeh. Oh. Met een groep sporten of liever alleen? Groep. Nou, met een groep. Met een groep. Oh, dat deden jullie. Wij hebben laatst met een paar van de mensen gesport. Ja, ik vond het echt zo dat ik. En ik heb 3 dagen mijn armen niet naar beneden kunnen doen. Omdat Sia ons getraind heeft. En het was, ik heb 3 dagen lang zo als een soort T-Rex. Ja, maar ik heb sowieso dat met een groep heb ik meer motivatie om door te knallen. Terwijl iedere keer als ik in mijn eentje sport, denk ik de hele tijd, ik kan nu stoppen. Maar ga je dan de volgende keer mee? Ja, graag. Zelf koken of eten bestellen? Uiteten. Uiteten. Maar dat staat er niet. Er staat zelf koken of eten bestellen. Eten bestellen. Eten bestellen in een restaurant. Bestellen. 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 Ik kan niet koken. Ik ook niet. Ik wil het wel leren, maar bestellen is gewoon makkelijk. Kijk, daarom bedoel ik, wij zijn nog niet volwassen alle drie. Nee. Appen of bellen? Appen. Appen. Bellen. Die komt snel. Appen. Ik haat bellen, ik ook zo wel erg. Angst. En doen jullie dan wel ook allergisch voor spraakmemo's? Nee, dat vind ik dan weer... Ja, ook vervelend. Ook vervelend. Want dan krijg je zo ook ruis. Zo lang heb je ook zo van ruis. Ik heb jouw laatst een hele lange, maar echt meerdere. Nee, maar jij bent direct. Jij bent heel direct. Appen. Bellen. Appen. Ik heb zo'n bellen heb ik ook geen moeite mee. Ja, jij hebt belangst. Je bent een van die mensen. Ja, ik krijg dan gewoon meteen paniek. Vanaf nu ga ik jou elke dag bellen. Ja, ik ook. Ja. Pak mijn kaart. Kinderen of huisdieren? Kinderen. Huisdieren. En dan kinderen, maar huisdieren eerst. Ja, ik wacht even wat jij gaat zeggen. Huisdieren. Huisdieren? Wil je... Die huisdieren? Heb ik al. Beer. Beer. Ja. Hele leuke kat. Op reis met een vriend of met je lover? Lover. Ik zei heel snel lover. Nog meer vaker. Zodat het, ja, lover. Zodat het... Ze kijkt misschien. Ik hou van je. Ik denk met een vriend. Omdat je geen lover hebt. Ja. Ja. Ik ken het ook niet. Nog nooit een lover gehad, dus ja. Ik vind het een moeilijke vraag. Ja. Ik vind het allebei heel leuk. Ja, daarom is het een dilemma natuurlijk. Ja. Vind je het allebei even leuk? Of zeg je dit nu gewoon omdat je een vriend hebt en hem niet wil beledigen? Ja. Opnieuw naar school of met pensioen? Met pensioen. Welke school? Mag je kiezen? Ja. Maar ik heb wel echt, als het middelbare school is, dan pas ik. Dan wil ik nu met pensioen. Ik heb nog steeds nachtmerries over dat ik mijn examen moet halen en zo. Met pensioen. Met pensioen? Opnieuw naar school? Ja, dat is toch leuk? Nee, dan mag je nu niks meer doen, hè? Niet meer werken. Ja, als je met pensioen bent, kun je ook vrijwilligerswerk doen. Precies. Of vrijwillig op zet staan om hem betaald te krijgen. Ja, maar dat, nu zijn jullie de regels van je eigen... Nee hoor. Dat doen wij graag. Dit dilemma is dan nee, zetten. Dit vind ik niet eerlijk. Nee, oké. Okay, wel nieuw, opnieuw naar school. Ja. Maar zou je dan opnieuw naar de toneelschool willen of een andere opleiding? Het maakt mij niks uit. Oh, je wil gewoon weer naar school. Ik wil gewoon weer naar school. Leuk. Op jezelf wonen of met een huisgenoot? Nou ja, in Amsterdam. Mezelf? Nee, huisgenoot. Ik vind mezelf chill. Ja, vind ik ook echt iets voor jou. En jij woont al lang op jezelf. Ja. Ja. Het is gewoon lekker om zo echt je eigen ding te doen zonder dat je daaraan denkt van, oh, de ander. Ja. Maar het is ik vind ook het wel zo heel leuk gezellig. Om thuis te komen en dan aan iemand te vragen. Dat is wel, hoe dat was mis je ik dag? Wel. Te vragen of te vertellen? Aan te vragen, hoe was je dag? Lief. Ja. Op jezelf. Op jezelf. Op mezelf. Maar ik woon met een huisgenoot. Maar ik wil het wel ik heel leuk. Ik wil echt leuk. De allerleukste huisgenoot die. Ja, dat zeg je nu snel hè. Het is echt waar. Bedankt voor het kijken en het nieuwe seizoen van Dertigers, dat zie je op NPO Start. Zullen we dan om het af te sluiten nog een fotootje maken? Ja, zullen we een foto maken?